Stichting De Treffers uit Groesbeek bestaat 100 jaar. En na vele feestelijke activiteiten eerder dit jaar vond dinsdagmiddag in het Vrijheidsmuseum de opening van de tentoonstelling 100 jaar De Treffers plaats. Voor een aantal genodigden werd de expositie geopend. Herman Verblakt is lid van de tentoonstellingscommissie en is 2 jaar bezig geweest met de voorbereiding van de expositie. Ik zat eerst in een groepje wat zich bezig hield met het hele jubileumjaar, hè, dit jaar. Daar zijn we een jaar of 2 jaar aan bezig geweest, dat voorstel naar het bestuur gedaan. En toen bleven we eigenlijk zitten met het idee van, nou ja, we hebben toch een commissie, kunnen we zelf niet eens doen. En zo kwamen we eigenlijk op het idee van een tentoonstelling over 100 jaar de Treffers. Ook de voorzitter van de Treffers was aanwezig. Bert Jansen is al vanaf 1975 lid van de voetbalclub en vertelt dat de vereniging kan terugvallen op veel vrijwilligers. Wij kunnen terugvallen op een zeer grote vrijwilligersorganisatie. En ik denk dat wij altijd dingen willen organiseren, goed willen organiseren en dat samen doen. Verblakt en Jansen vertellen over hun mooiste herinnering aan de Treffers. Een van de hoogtepunten was ook natuurlijk Henielle zelf, wat hier in 1988 tegen een aantal weken voor het Europees kampioenschap in Duitsland, voor de Soleil Europees kampioen, werden hier een oefenwedstrijd heeft gespeeld voor 8000 mensen. Dat was natuurlijk een enorme happening. Sportief gezien is het mooiste moment voor mezelf het kampioenschap 80-81. Dat was het eerste kampioenschap van de Treffers in de hoofdklasse. Als voorzitter, ik ben sinds 2004 voorzitter, was het hoogtepunt de opening van het nieuwe sportpark in 2010.